Ik ben Julia van Vloerkledenwinkel en naast mij zit Nikki van Interior Lovers. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de vloerkledentrends van dit moment. Dus om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Nikki, wat zie jij in de woonindustrie? Wat zijn een beetje de trends? Ik zie nog steeds heel veel Scandinavisch terugkomen. Mensen houden gewoon van een rustig huis. Daar past die minimalistische stijl gewoon heel erg goed bij. Ja, klopt. Veel lichte kleuren en rustige uitstraling, een beetje dat minimalistische. Ik vind het toch wel bijzonder dat ze dat in Scandinavië zo goed kunnen. Ja, maar er is wel een reden voor, hoor. Dan heb ik een leuk weetje voor je. We hebben dagen in Scandinavië, die zijn gewoon een stuk korter als hier in Nederland. Het is daar heel lang donker en dat proberen ze een beetje te compenseren met de lichte kleuren en materialen die je daar dus heel erg terug ziet. Ja, wij zien ook wel dat de minimalistische vloerkleding nog steeds heel populair zijn. Zo bijvoorbeeld van Momoworks hebben we de Matta en de Vasa collectie. Die vloerkleden zijn ook super handig, want je kan ze dubbelzijdig gebruiken. Het zijn meestal rustige kleden, dus qua styling is er nog super veel mogelijk. Ja. En qua maat is er ook heel veel mogelijk. Hey, en welke trends zie je nog meer? Een stukje duurzaamheid is toch ook wel iets wat belangrijker wordt voor de consument. En dat is gewoon een trend die volgens mij als het gaat om vloerkleden ook echt wel een beetje upcoming is, want jullie doen volgens mij ook al het een en ander om gerecyclede vloerkleden, toch? Ja, klopt. Wij hebben de Matta, die is gemaakt van 100% petflessen. Dat is 100% duurzaam. En we hebben laatst een nieuwe collectie gelanceerd, die heet Jackie and the Fish. En dat is heel bijzonder, want dat vloerkleed, dat kan dus in de wasmachine. En het vloerkleed wordt bezorgd in een doos. Deze doos is dat. En omdat het in een doos wordt geleverd, is de uitstoot veel minder. En dat maakt het ook weer duurzaam. Het is ook heel makkelijk op te bergen. En het is gemaakt van super sterk materiaal, dus het gaat heel lang mee. Dus ja, dat is onze nieuwste aanwinst op het gebied van duurzaamheid. Welke trend moet van jou echt blijven? Ik hou persoonlijk gewoon nog steeds heel erg van die vintage look en feel. Als het gaat om vloerkleden. We hebben thuis ook een vintage vloerkleed liggen. Van, ja, niet een echte, maar wel met die gewassen look en feel. Wat gewoon ontzettend lekker matcht met ons interieur en de kleuren en materialen die je bij ons thuis terugziet. Prachtig kleed is dat. Nee, we zien ook wel dat het een trend is die nu al een poosje duurt. Dus ons aanbod daarvan wordt steeds groter. En we hebben het dan nu over vloerkleden die nieuw zijn, maar die de look en feel van een vintage vloerkleed hebben. Ook hebben we original vintage vloerkleden. Dat zijn kleden die al heel oud zijn en die opnieuw worden geverfd en geschoren en worden afgewerkt. En dan komen ze hier bij ons in de winkel te liggen. En dat zijn allemaal unieke kleden. Dus niemand heeft dan hetzelfde kleed als wat jij hebt. En er zit een verhaal achter en daar houden we natuurlijk van. Super tof. Nou Nikki, super bedankt voor je komst. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar onze vloerkleden? Kom dan gerust langs in een van onze winkels of bezoek onze website.